Hallo allemaal en welkom bij de leesles, les nummer 9. En deze les ga ik samen met jou doen. Let goed op, want soms zal ik vragen of je eventjes de leesles stop wil zetten, de video stop wil zetten, zodat je iets, een opdracht kan voeren. Daarna zet je hem gewoon weer aan. Dat is het makkelijkste als je het samen met iemand doet, want sommige opdrachten zijn wel een beetje lastig om in je eentje te doen. We beginnen zoals altijd met flitsen. Flits maar even met me mee. K. I. R. De. A. Heel goed. Wij hebben allemaal klanken geleerd. Maar waar hoorden de klanken ook alweer? In ons huis. Eens even kijken. Dit is een... Die hoort bij de medekamers. Heel goed. Dit is de. Die hoort ook bij de medeklinkers. De. Rrr. De r is een medeklinker. Heel goed. Rrr. Dat is een medeklinker. A is een lange klank. Hoort hij? I. De I is een korte klank. I. Het rijtjesboek. We gaan het rijtjesboek even herhalen. Ik lees hem met je mee. En. In. Nim, nik. Als je een woordje lastig vindt, dan zing je hem even. Dus dan doe je nik, nik. Rik, dik, kik, kin. Daar, raar, raak, rik, ren, en, den, ken. Zet de video maar even op pauze. En dan lees je 3 keer alle woordjes zelf. Is het gelukt? Goed gedaan. Dan gaan we kijken wat we vandaag gaan doen. Gaan leren. We kunnen de letter E lezen en we kunnen woorden lezen met de nieuwe letter E. En met de letters die we al geleerd hebben. Nieuwe letter dus. En bij een nieuwe letter hoort een letterfilmpje. Vandaag gaan we het hebben over de E. Daar gaat de bel. Wie zou dat zijn? Het is een Eskimo. Eskimo is een woord dat begint met de E. Wat heeft die Eskimo bij zich? Het is een net. Kijk eens wat hij heeft gevangen. Een pet. En een emmer. Dat zijn ook woorden met de E. Volgens mij zit er iets in die emmer. Het is geld. Laten we tellen hoeveel het is. Maar wacht eens even. Dit geld is van chocolade. Het is niet echt, maar nep. Dat is niet zo best, maar wel lekker. De E. Als je het filmpje nog een keer wil zien, dan spoel je hem eventjes terug. De E, onze wandkaart, er staat een Eskimo op, een emmer
en een net. Allemaal woorden met een e. En de e die hoort bij de korte klanken. En natuurlijk hoort er bij de e ook een klankgebaar. Kijk maar even mee. Hij is dus maar heel kort. Het is natuurlijk ook een korte klank. Je doet je hand recht voor je wang en zeg hem mee. E. E. Heel goed. Oefen hem nog een keer. E. De E. Ik heb een zoekplaats. En we gaan op zoek naar woorden met een E. Ik zie bijvoorbeeld hier een pak. En een pak, daar hoor ik een A, daar hoor ik geen E. Ga ik verder zoeken en dan zie ik een pen. Luister goed, pen. Daar hoor ik een E. Dus dat is een goed woord. Zet hem eventjes op pauze en ga op zoek naar zoveel mogelijk woorden met een E. Ik denk dat je er wel een heleboel hebt gevonden. Ik ga eens kijken. Ik had de pen al gezegd. En ik zie een tent. En een berg. Berg. En wekker. Weg. Daar hoor ik ook een e. Weg. Nou, hoes niet. Oh, een hek. Hek. Hey, deze was van de wandkaart. Dat is de emmer. En ik zie hier een bes in de struik. Misschien heb jij op deze pagina er ook nog een heleboel gevonden. Super goed gedaan. De E. Bij de E begin je bij de punt. En je schrijft hem zo. Zet hem maar even op pauze en ga met je vinger de letter volgen. Dit doe je 3 keer. Ga je gang. Wij kunnen nu al heel veel woorden maken en dus ook woorden met een e. Bijvoorbeeld kan ik maken rrr. E. Dan staat er ren. Misschien kan jij of iemand thuis de letters even opschrijven en uitknippen. En dan kan je zoveel mogelijk woorden gaan maken die je kunt verzinnen. Zet je de film even op pauze. Heb je er veel gemaakt? Goed gedaan. Dan gaan we verder met het rijtjesboek en er zijn woorden met een e. En omdat het nieuwe woorden zijn, ga ik ze even samen met je zingend lezen. Doe maar mee. Rek. Rek. Ren. Ren. Ken. Ken. Kin. Kin. Rik. Kennen we? Rek. Rek. Nek. Nek. Dek. Dek. Den. Den. Daan. Daan. Oh, deze is lastig. Kijk maar even goed. Zing je er met me mee? Kraan, kraan. Er, en, aan, en daan. Je mag hem maar even op pauze zetten en dan ga je hem 3 keer alle woordjes lezen. Heb je goed geoefend? Prima.
Het leesboek, daar zie je een hartje en ik zie heel vaak nin, 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 nin. En één keer staat daar ik. Gaan we hem even samen lezen. Nin en ik. Ik en Nin. R, 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 r. De basistekst hoef je nog niet te kunnen, maar misschien wil je die eventjes samen lezen. Zet hem maar even op pauze. Het werkboek gaat op zoek naar de letter E. Die staan er heel veel, dus wijs ze allemaal maar even aan. Of als je het werkboek uit kan printen, dan zet je daar even een cirkel omheen. Daarna ga je lezen. Kik. Dit is kik. Zet je er een streepje naartoe. Deze lezen. Welk plaatje hoort erbij? Allebei de woorden lezen. Welk hoort daarbij? Zet hem maar even op pauze. Oké, eens even kijken. Volgende bladzijde. Hebben we woorden. We gaan weer op zoek naar de E. Ik zie hier een bel. Bel. Daar hoor ik een E. Hier zie ik een boom. Een O hoor ik geen E. Dus daar doe ik niks. Zo ga je alle plaatjes af. Daarna ga je de woorden lezen. Den. Zet je er een streep naartoe of je doet het even met je vinger. Zet hem maar op pauze. Het werkboek gaan we zo even nakijken. Nu gaan we nog even oefenen met zingend lezen. Rek. Rek. Kin. Kin. Raak. Raak. Den. Den. Nek. Nek. Ik zie staan een A, een N en een E. Laat je pakken, waar hoort deze bij? Het is een bel. Welke letter hoort die? Heel goed, de bel, daar zit een E in. Dit is een kaas. Bij welke letter hoort die? Kaas. Ik hoor een A. Dit is een zaag. Bij welke letter hoort die? A. Zaag. Heel goed. Dit is een tent. Tent. Ik hoor een E. Tent. Maar luister eens goed bij naar tent. Tent. Daar hoor ik ook een N. Tent. Dit is een raam. Raam is met een A. Luister goed. Raam. Dat is een M. Hij lijkt een beetje op de N, maar het is hem niet. Raam. Dit is een pen. Hé, daar hoor ik weer een E. Die hadden we ook bij de plaat gehad, hè? En pen hoor ik ook de M. Dit is een noot. Waar hoort die bij? Noot. Ja, bij de N. Dit is een weg. Weg.
Ik hoor een e. Het werkboek heb je net gedaan. We gaan hem eventjes nakijken of dat goed is gegaan. Deze hadden ze al gedaan, de e. Eerst zie ik staan den. Daar is ook een e. Hier is een e. Hier is een e. Nog een keer. Den. Ren. Nog een e. En nog een keer ren. Kik hadden we al gedaan. Hier staat ren. Nek. En rek. Hoort daarheen. En den. En dek. Dus die hoort daarheen. De volgende was een bel, want de boom hadden we al gedaan. Tent, daar hoor ik een e. Zes. Mes. Emmer. Pen. En weg. Had je die allemaal? Goed gedaan hoor. En dan gaan we de woordjes nog even lezen. Den. Ren. Kaan. Nin, rek, ik, kin en kik. Dat was het werkboek. We hebben vandaag geoefend met de letter E. Dit was ons verhaaltje van meester Bram die verliefd is op Nin. En wij kunnen nu de letter E lezen en we kunnen woorden lezen met de nieuwe letter E. En met de letters die we al geleerd hebben. Heel goed meegedaan. En hopelijk ben je snel weer op school. Dag!